Hier nog meer slaappower-ups. Die wil je niet, joh. Oh, hij is helemaal plat. Kijk hem naar beneden zweven. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Kirby-video. Vandaag gaan we naar het winkelcentrum. En hopelijk, ja, komen we King Dedede nog een keer tegen. Want die heeft Elfieling gekidnapt. En die moeten we even terugvinden natuurlijk. Als je wil weten hoe dat gebeurd is, dan moet je deze hele serie even kijken. En als je dit leuk vindt, knal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, want ik vind het sowieso vet. Kijk nou hoe dit eruit ziet, joh. Dit is echt super mooi gemaakt weer, man. Ah, ik vind deze game zo leuk, jongens. En ik hoop dat jullie hem ook nog steeds leuk vinden. Bap! Bap! Let's go! We gaan naar binnen. Oh, kunnen we deze ton nog kapot maken? Ja, dan krijgen we niks voor de rest. Maar er zit gewoon hier een gat in het raam. Wie is hier de vandaal geweest, jongen? Wie heeft dit raam gesloopt? Ik ga wel even deze kracht pakken. Ik heb het idee dat ik deze kracht nodig heb in dit level. Lekker vrolijk muziekje er wel bij. Ik vind de hele vibe van dit level eigenlijk niet zo heel vrolijk. Maar vrolijk muziekje, helemaal prima. Nou, laten we ook even lekker een tukkie gaan doen. Even lekker slapen, Kirb. Wel trusten, jongen. En dan pakken we hier dit zwaardje. En dan gaan we hier doorheen. Oh, oké, donkere wereld. Spokiokies. Doei, Spokiokies. Hier ligt een stapel gouden munten. Daar hou ik altijd wel van. Gouden munten. En als jullie even op dat duimpje klikken, dan krijg ik sowieso nog meer gouden munten. Dus doe dat sowieso even. We gaan hier doorheen. En kijk, en hier is het weer gelijk weer vrolijk. Het is een afwisseling tussen vrolijk en verdrietig. Wat is er hier in de muur trouwens gebeurd? Au, dankjewel. Hier heb je bot terug. Een beetje bot op mijn hoofd lopen schieten, man. Doe eens normaal, joh. Hé, maar wat is dit? Dit moet kapot, denk ik. Maar hoe? Is er een bommen meneer power-up? Nee, hier is geen bommen meneer power-up. Oh, ik kan een ijsje worden? Serieus? We kunnen een ijsje worden? Oh nee, we zijn een pion. Ik dacht dat we een ijsje gingen worden, maar nee. Dat is dan toch jammer, hè? Als je net verwacht dat je een ijsje wordt, dat je dan een pion wordt. Dat is toch een beetje teleurstellend, maar oké. Okay. Oh, dit piest precies, zoals we dat hier zeggen. Nu komen we weer in de donkere spookwereld. Hoppakee, de spookjes zijn alweer weg. Dat is allemaal weer opgelost. Oh, hier is nog een spookjokie. Doei, spookjokie. Hier moeten we denk ik ook dan in. Maar dan krijg ik hier waarschijnlijk weer een andere power-up of zo. Eens even kijken wat hier allemaal ligt. Oh. Spookjokie, doe normaal. Oh, maar nee, oké. Ja, maar hier moeten we toch ook iets mee doen, joh. Dit zit hier toch niet voor niks? Wat moeten we daarmee doen dan? Ik hoor ook de hele tijd een geluidje, hoor je dat? Hier zit een waddeldiertje verstopt. Maar hoe pak ik die? Oké, krijg ik straks iets waarmee ik terug moet lopen dan? Dat moet dan wel. Ze laten toch niet mij zomaar die waddel die achterlaten? Of moet het misschien via deze kant? Oh, is dit het? Was dat het? Ik dacht echt dat het een waddel die was. Hier, ik hoor hem nog steeds hier. Nah, ik moet hem achterlaten. Dat vind ik helemaal niet leuk. Oh, kijk. We krijgen dus toch die power-up. Ja. Ik laat je niet achter, joh. Ik kom eraan. Hier ben ik. Ik kom je redden. Let's go. Kijk, zie je, hier is die. Jeetje. We moesten er even wat moeite voor doen, hoor, jongens. Hier is ook een worteldier, volgens mij. Moeten we dan een kast worden weer straks of zo, denk ik? Die straks weer meenemen. Kijk, daar beneden staat de kast. Zie je het? Hier beneden. Daar staat hij. Rechts onderin. Die moeten we hebben. Oh, ja, ik zie het al. Hier, we moeten deze doorheen knallen. Het zwaard doorheen jagen. En dan moeten we hier die kast pakken. Ja. Oh, maar zit er nog wat achter die kast ook? Ja, hè? Ja, zie je wel. Lekker. Ja, we zijn goed aan het opletten vandaag. Kunnen we hier weer naar boven? Ja, en dan moeten we zo weer rustig aan terug. En dan die kast hiervoor neerzetten, zo. Ja, dat past allemaal gewoon prima. Lekker. Hallo, waddeldiertje. Zit jij hier lekker in het hok van de conciërge of zo? Oh, ik wil wel even de memo's van de muur halen eigenlijk. Maar nee, dat werkt niet zo. En dan gaan we hier doorheen. Dus even kijken. Even koekeloeren. Nog meer enemies. Nog meer gekke spookies. En een pompcointy. Hoppakee. Gaan we hier naar beneden. Eens even kijken wat hier allemaal is. Hoe komen we daarachter dan? Daar is ook nog wat. Kunnen we niet hier gewoon door de muur dan? Nee, we kunnen niet door de muur. Oh, sneeuwpop meneer. Ik ga even jouw kracht pikken, ja? Ik weet nog niet waarvoor ik het nodig heb, maar het klinkt leuk. Oh, auw. Oh, we kunnen hier gewoon doorheen, joh. Kijk, er zit gewoon hier een gat in de deur, joh. Proteïne pakken. En hier doorheen. Hallo. Oh. Enemy. Wilde bonkers, jongen. Wilde bonkers, jongen. Auw. Oh, man. Dit gaat zo langzaam met deze power-up. Maar ik kan hem wel bevriezen. Dus dat is top. Let's go. Oké, dat ging misschien toch iets moeilijker dan gedacht. Bevries die guy, jongen. Kom op, Kirbs. Oh. Auw. Knal weer tegen de zijkant aan alles. Oh, dit gaat veel te langzaam. Pak hem. Ja, ik had wel liever de andere power gehad van het zwaard, denk ik, eigenlijk. Oké, stop maar.
Hou maar op. Het is al klaar. Wegwezen nu. Ik heb genoeg van jou. Bye bye, monkey. Pak wel even je kracht mee. Dan knallen we hier even op die spijker. Oh, daar rechts zit nog een spijker. Nemen we die warreldieren mee. Hier de spijker. Deurtje open. Hotdogje eten. Hamburgertje eten. Kistje openmaken. Blueprintje pakken. Oeh, en dan kunnen we de hamer ook nog sterker maken. Ja, de hamer vind ik sowieso wel leuk. Dit is wel een fijne power-up. Ik hoor trouwens nog steeds een warreldie. Waar zit je dan? Ik hoor jou wel. Maar waar ben je? Ik hoor hem nu nog steeds. Ik wil hier eigenlijk ook even dat kistje eruit halen. Maar dan heb ik ook weer een andere power-up nodig. Kan ik die hier vinden? Oeh. Doei. Bap, 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 bap. Lekker ijsje eten. Hier dit kapot slaan. Ja, die heb ik volgens mij nodig. Dat probeerde ik net al. Ik wou net die klok al van de muur slaan, maar toen lukte het niet. Maar zo lukt het wel. Oké, dan kunnen we hier nu deze schatkist openmaken. Zit daar een waddle die in? Daar zit een waddle die in. Lekker. Oh, we zijn on fire vandaag, joh. Hoppakee, wegblazen al die handel. Doei, mazzel. Ik hoor hier ook nog steeds een waddle dietje. Zou die hierin zitten? Hoe zou ik dat moeten doen? Ik zie daar nog wel een gat daarachter. Daar kan ik nog in. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Jump! Let's go! Wat gebeurt er? Beam! Oké, dan hebben we nu waterballon, Kirby. Let's go! Moeten we dit vullen met water? Of kan ik hier... Oh. 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 Heel nice. Kijk, zie je allemaal lekker eten, joh. Ze zitten hier allemaal lekker in het restaurantje. Ik voel me wel een klein beetje schuldig, eigenlijk. Dat ik jullie etentje zo onderbreek. Maar ja, alles om de warreldies te redden, toch? Oké, we kunnen weer naar boven. Kunnen we daar weer een pionnetje pakken? Misschien dat ik nu ook weer de ijskoman pak. En dan dit, ja. Oké, even die dozen kapot maken. Hé, hier is nog een ijsie. Lekker, we hebben nu eens 3 ijssoorten geproefd. Dat moest ook voor een challenge. Oké, nu hier, ja, cool. Volgens mij was dit wat we hier allemaal moeten doen dan. Okay, go, 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 go. Lekker. Yes. Oké, okay, cool. Oh, en hier, ja, hier moet de pion in. Oké. Nice. En dan zijn we er alweer, joh. Nou ja, alweer. Dit was best wel een lang level eigenlijk. We hebben ook bijna alles gehaald, behalve 1 ding. Versla wilde bonkers met de boomerangkracht. Ja, maar dat kan ik toch niet weten van tevoren. Nou ja, maakt niet uit. Moeten we het level nog een keer doen. Maar dat gaan we niet nu doen. Want ik ben benieuwd of ik nu Elfilin mag gaan redden. Oh nee, er komt eerst nog een grotje. De maanlichtkloof. Het ziet er ook wel weer intens uit. Kijk dan. Jemig. Oké, moeten we iemand daar naar boven? Lekker bergje beklimmen. Hier is een drill, meneer. Drill, meneer, kom. Ik heb blijkbaar jouw krachten nodig. Anders was jij hier niet. Kunnen we zo... Ja, ja, nou ja. Ik weet eigenlijk niet of ik zijn krachten echt nodig heb. Hier, want dit werkt ook niet helemaal. Ik ga deze power-up snel weer inruilen, denk ik. Oh, ja. Pak hem. Ja, cool. Gaan we verder naar boven. En dan... What's the flots? Ja, het gaat wel snel met die drillbeur. Dat dan weer wel. Oh, en een blueprintje gelijk. Kunnen we de boor wel doorontwikkelen. Maar ik vind deze power-up niet super leuk. Dus ik denk dat ik deze lekker laat zitten. Hier is weer een Kirby poster die we weg moeten halen. Daarvan moeten we er even 3 zoeken blijkbaar in dit level. Ha, dan mogen we weer de lamp worden. Ik vind de lamp wel echt lachen. Oké. Ja, het is best een beetje donker hier. Het is best een beetje heel erg donker hier. Oké, moeten we dit even poweren? Ja, cool. Oké, je gaat het deurtje open. Ja, en dan? Waar zijn we nu? Waar zijn we nu? We zijn in Oazeland. Niet te vanaf plempen. Go, Curbs. Let's go. We gaan hier naar rechts, denk ik. Gaan we hier nog verder naar rechts? Oh, nee. Daar was zo'n blije chap die op het licht afkomt. Dat moeten we niet hebben. Hier is er trouwens nog ergens een. Ja, zie je? Hier zo. Helemaal prima. Oh, wat? Waar kom jij opeens vandaan? Jongen, die had ik helemaal niet gezien, joh. Oké, maakt niet uit. Let's go. Oh, jeetje, dat ding schiet hard, man. Ja, hier moeten we denk ik gewoon... Ik wou zeggen keihard rennen, maar nee, laat ik dat maar niet doen. Laat ik maar gewoon even rustig lopen, want het ding was veel sneller, die pilaar. Oké, alsjeblieft niet. Nee, maak nou niet de grond kapot, joh. Waarom moeten jullie alles kapot maken hier? Doe eens rustig. Nou, gelukkig hebben we backup. Een backup dingetje. Een backup platformpje. Ik heb een waddle die gemist. No! Die mis ik altijd in dit soort donkere levels. Oké, de poort gaat open. We zijn weer buiten. We mogen de lamp ditchen. En we gaan door. Heldhaftig muziekie. Ja, superfijn. En wat ook superfijn is, is dat hier Charizard weer terug is. Of Typhlosion, wie jullie willen. Nu is het niet zo'n heldhaftig muziekie meer. Het is nu een beetje een noob muziekje. Van een cowboy die in het Wilde Westen eigenlijk niet echt daar iets te zoeken heeft of zo. Zo'n soort muziekje. Oh, hier tegenover is een postertje die we even weg willen halen. Maar misschien willen we toch ook nog wel eventjes hier naar beneden. Want misschien ligt hier nog wel wat. Dus even koekeloeren hoor. Kijk, dat bedoel ik. Waddle Diesel. Hey, Spook, laat me met rust. Laat me gewoon omhoog klimmen. Doei, Spook.
Mazzel, Spook. Auw. Oh my gosh. Jij schoot echt veel te hard raak nu. Let's go. Oh, broodje. Lekker broodje eten. Dan kunnen we hier naar boven. Ik denk dat we ook hier naar boven moeten voor een schat of zo. Hier staat namelijk weer zo'n mijnkarretje. En ja, kijk, dan moeten we hier een knopje drukken. Zo, muntje pakken. Nog meer muntjes pakken. En wegwezen. Oh, kijk, nog een keer. Let's go. Zo, ja, top. Schatje pakken. En door. Door, 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 door. Muntjes pakken. Door, 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 door. Proteïne pakken. En eruit. Lekker. Super geinig power-uppie. Ik weet niet zo... Ja, sorry, maar ik ga jou niet pakken, denk ik. Ik ga die slaap power-up niet pakken. Oh, ze willen dat je die slaap power-up pakt, want dan val je naar beneden. Wat een meme. Super grappig gedaan. Ja, nee, jongen. Je kan mij niet belazeren, vriend. Je kan mij niet belazeren. Oh, we hebben nu ook iets gehaald. Voltooi de geheime ruimte zonder te vallen. Lekker. Dus dan moet je inderdaad niet die slaappower pakken, want dan ga je sowieso wel vallen. Oké, okay, laten we doorgaan. Ja, go, go, go. Hier nog meer slaappower-ups. Die wil je niet, joh. Hij is helemaal plat. Kijk hem naar beneden zweven. Ik heb wel een beetje medelijden, man. Oh, dat was echt super zielig. Oké, we gaan door. Waar komen we nu terecht? Ik denk niet in Utrecht. Die is zo flauw. Oh, waar kom jij nou weer vandaan? Jemig. Was er opeens een vos op mijn weg? Maar jongens, we gaan lekker vliegen. We gaan heerlijk vliegen. Oh, dit is altijd zo leuk. Go, go, go. Dry tackle, hype. Hoppakee. Sloop die enemies. Let's go. Oh. Meloentje erbij. Door de ring. Hoppakee. Daar nog een... Oh, oké. Okay. Oh, shit. Ik heb een hotdogs gemist, jongens. Ik weet niet of dat moest voor een challenge. Misschien wel. Maar ik heb de hotdogs gemist, helaas. Hier is nog wat te eten. Ik denk dat je eigenlijk wel al het eten moet pakken voor een extra challenge. Maar ja, die hebben we dan nu niet. Hier er doorheen. Hier er doorheen. Auw. Potverdorie. Ik dacht dat het zo goed ging, maar helaas. Oh, wat, er valt daar een hele berg gewoon, joh. Daar moeten we dan precies doorheen sturen. Maar dat kunnen wij wel. Waddledy, yo. What up? Oh, en dan zijn we er, denk ik. Ja, we zijn er. Ah, dit was weer lachen, hoor, jongens. Dit was weer genieten. Wat is trouwens hier? Is hier nog een poster van mij? Ik heb één poster gemist. Ik denk, is hier een poster? Hier is geen poster. Pot voor poster. Nou, dan niet. Hè? Nee, dan gaan we zonder poster en zonder eerste Waddledy. Dan hebben we helaas niet alles gehaald. Maar ja, boeien. En ja, we kunnen nu door naar de baas, jongen. Lekker. Ik denk dat King DDD hier weer verstopt zit. De verzamelaar... Oh, niet? De verzamelaar in de slapeloosvallei? Hij is hier niet, denk ik. Ik denk dat hij iemand anders is. Maar is Elfilin hier dan wel? Dat is de grote vraag. En daar gaan we achterkomen in de volgende video. Dus als je dat weer wil zien, blijf deze serie volgen door op dat abonneerknopje te drukken en op die duimpjes. Want dan weet ik dat jullie dat nog steeds leuk vinden. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!